Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij zijn onderweg naar het buitenland, namelijk België. We gaan naar Zena. We gaan niet naar zomaar een Zena. We gaan naar Zena in Maasmechelen. Dat is een Zena waar we normaal gesproken niet komen. Daar zijn we nog nooit geweest. Ik denk de meest onbekende. Precies, ja. De meeste mensen gaan natuurlijk altijd naar Baarle en naar Ole en weet ik veel wat. Maar wij gaan naar Maasmechelen. Die zit dus ergens bij Limburg over de grens. Ja. En ik wilde toch nog een keer deze Zena ook een keer gefilmd hebben. Om te kijken wat ze hebben. Ja, gezien het vuurwerkverbod in Nederland, jongens, het is chaos overal. Dus of ze vonken gaan hebben, die kans is echt 0,1%. Ja, klopt. Misschien hebben ze ergens nog een blokje over. Maar of ze die aan ons willen verkopen, die kans is klein. Maar we gaan jullie in ieder geval laten zien hoe de sfeer daarbinnen is. Of het een beetje op Ole lijkt. Je hebt hem natuurlijk ook nog in Maaseik, Zena. Alleen die is momenteel gesloten tijdelijk. Dus daarom willen wij eventjes naar Maasmechelen, omdat we daar natuurlijk ook nog nooit zijn geweest. Jij ook niet, hè? Nee, ja, ik denk dat heel veel mensen überhaupt niet weten dat daar een Zena zit. Nee, precies. We gaan nu de grens over. Hier is het poort van België. En het is aardig rustig nog op de weg, man. Ja, heel rustig. We zijn ook super vroeg. We zijn ook super vroeg, zoals jullie inderdaad niet kunnen zien. Zo. Nou, zo. We gaan even kijken. We komen namelijk over 6 minuten aan. Juist. Dus over 6 minuten komen we bij Zena aan. Gek terrein, man, voor Zena. Ik zeg eerlijk, lijkt wel een beetje op Ole. Er komen al mensen naar buiten. Weinig Nederlandse kentekens wel. Dus, het is niet zo'n chaos als Ole in ieder geval. Vet vuurwerk. We zijn dus in de winkel, zoals jullie zien. Het zijn mooie cakes, ik zie alleen helemaal niks van Leupaars en Funken. Ja, eentje. Is dat zo? Ja, hier. Oh, dan. Ja, hier. Balitaker. Ja, man, dit zijn ook mooie blokken trouwens, die zag ik net ook niet. Ja, leuk, lachen. Tequila Blue. My Red. Bacardi Mix. Hier ook wat dingen, de oude vertrouwde van Zena natuurlijk. Die Thor. Lijn van Thor, toch? Welke had ik nou? Aquarius is ook natuurlijk een hele oude. Getrouwde. We hadden een paar jaar geleden natuurlijk die machés en zo. Ik vind het echt jammer dat die eruit zijn. Die waren volgens mij een eurotje of 5 per keer. Die zijn helaas uit. Is ook mooi deze. Het is een mod cake, toch? Ja, daarachter. Ik heb de Jumbo Color Wrestling. Hier dingen, zoals je kunt zien. Oh ja. Hoi. Hallo. Jumbo Color Wrestling en een Chase van Lossen. Deze gaan we uitzetten. Big Whoppers. Ja. Oh, dit zijn die grote knetterballen, gasten. Ja, man. Even kijken hoor. Lagen hier nog losse knallers of zo? Oh, hier lag kat 1 en zo. De oude motje. Ja, man. Kantoor. Lachen. Ziek, hè? Ja. Ik heb denk ik voor mij het kwartelpasje. En dit is de spinkel, jongens. Het lijkt een beetje op Ole. Qua grootte dan. Toch lijkt Ole, hè? Ik weet niet of je bazooka's. Daar zit hem. Eigenlijk zijn dit de knallers hier, hè? Breakdance. Met daar ook nog wat, hè? Dit is kat 1, man. Dit verkopen ze dus ook in. Daar is geen knal, man. Niet? Nee, man. Ik was daar net. Oké. Okay. Net de tonnetjes ging ook goed. Ja, en natuurlijk die fonteinen en die gekke dingen van Funken. Hij wil al ergens in september of zo laten zien. Deze lijn waren allemaal. Weken geleden goed in de aanbieding, hè? Weet je dat nog? Ja, klopt. Maar echt goed in de aanbieding, man. Misschien zien jullie ze ook wel in de oud en nieuw video terug. Toch? Ja, joh. Matjes. En zoals ik net ook al zei, dit pakket van Originals echt heel goed als je op zoek bent naar kat 1. Wat dus gewoon overdag en 's nachts een hele jaar door mag. Is dat ja, de raketorgel was ook ziek. Het is gewoon een cake met pijlen. Heel apart. Klopt, man. En deze gaan we ook houden dit jaar. Dat is 500. Dat is echt ziek, hè? Allemaal soorten luikaarspijlen. Ja, die Lizard Buzzard zijn echt goede pijlen, man. Die zijn echt heel goed. Ja? Een van de betere van België van dit jaar. Maar die gaan jullie later in een video nog zien. Hier zien jullie deze. Eigenlijk de lijn van Zena zelf. Fonteinenpakket, ook lachen.
en de lijn van Original. We hebben natuurlijk al best wel wat. Ook die wires hebben we al uit Baarle gehad. Dus even kijken. Maar als je echt voor een goede fonteinenpakket wil gaan dit jaar, dan is het dit pakket. Want weet je nog deze uit... Die zijn van Vuurwerkbunker ook. Maar ook in België kan je deze dus kopen. En een aantal van deze waren echt met harde cracklin. Goed. Hier heb je dus ook nog die matten. Dit vind jij mooi, hè? Dit design. Ja, man. Lekker neutraal gewoon. Ja. Deze hebben we ook gehad. Die Celebration Crackers. Ja, man. En hier heb je dus nog gewoon matten, jongens. Hoe ziek is dit, hè? Ja, man. Hier gaan we even wat afhalen, jongens. Des loopt al door. Corona-richtlijnen. Moet je kijken, daar staan de blokken al klaar. Als het goed is zijn daar dus bunkers. Best wel een sfeervol winkeltje hier zo, man. We rijden nu de grens over. We zijn weer in Nederland. We nemen jullie even mee in het proces of er grenscontrole staat. We hebben de case ingeladen. Al mag je dus wel volgens de site van de politie 25 kilo halen. Heel gek. Ik zal een link in de beschrijving van deze video zetten. Maar dat wist ik ook niet. Ik dacht altijd van ja, heel importeren mag niet. Maar kennelijk volgens de politie-site zelf mag het dus wel. Maar dan tot 25 kilo. En mits het voldoet aan de Nederlandse beschrijving. Of Nederlandse richtlijnen zoals Nederlandse tekst. CE-keurmerk. CE-keurmerk, geen flash, instructie, geen keurpijlen. Instructie. Maximaal 500 gram. Ja. Dus, maar goed, we gaan jullie meenemen in het proces. Want we zien natuurlijk de laatste tijd heel veel berichten dat de politie controleert op vuurwerk langs de grens. Belgische politie. Dat is niet goed. Ze rijden voor ons, we worden gedirigeerd. Leuk. Helaas. Hier liggen nog een paar vonkenblokken in. Nou, die vonkenblokken zijn onderweg. Die worden gemarchandeerd door de politie. We rijden dus nog steeds in België. We hebben namelijk een andere route, waardoor je dus heel lang in België blijft. Heel raar. Maar wat vond jij van die winkel, Zena Maasmechelen? Het was wel mooi, maar ik zeg eerlijk dat ik dan liever voortaan naar Ole zou gaan. Maasmechelen lijkt een beetje op een restante winkel van Zena. Het is gewoon een soort van ja, loods ja. Bijna. Of ja, we zeggen dat heel kil is die Zena loods. Maar het lijkt inderdaad een soort van vestiging waar gewoon alles gewoon is neergezet wat restant is. En voor de Limburgers. We merkten wel dat er heel veel Duitsers waren. Zo. Waren echt maar Duitsers. Die kopen flink in hoor. Ja, die... 600 euro zo. Klopt, die kochten echt flink in die winkel. Wij hebben ook wat leuke dingen gehaald, maar dat gaan jullie dus binnenkort in de compilatie zien. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we gewoon er weer met een nieuwe video. Later.